zeggen, het is vandaag zaterdag en ik heb inmiddels letterlijk een week niks gevlogd. Ik heb echt een soort van winterdipje. Ik doe eigenlijk gewoon niks anders dan in mijn badjas rondlopen, tv kijken, lekkere dingen eten en niet naar buiten willen. Maar ik ben er eigenlijk een beetje klaar mee, dus ik denk van, ik ga vandaag wel even weer lekker opfrissen. Het is echt al een week geleden dat ik echt maar een druppeltje make-up op heb gehad. Dus vandaag heb ik weer voor het eerst make-up opgehaald en het voelt echt gewoon weer lekker aan. Ik zie er trouwens nu zo uit na mijn dermabehandeling. Het heeft me echt goed geholpen en ik zie wel echt verschil. Moet je wel bijhouden, dus ik moet het wel vaker gaan om echt verschil te zien. Maar mijn huid voelt nu al zoveel beter aan. Dus ik ga het echt vaker doen. Ga ik even met Sals overleggen of ze het vaker bij mij wil doen. Ik ben klaargemaakt vandaag. Want ik ga zo naar de Turkse supermarkt. Ik ga lekker even lamsvlees halen. En even allemaal snacks halen. Ik ben lang niet naar de Turkse supermarkt geweest. En ik heb morgen mijn vriendin uitgenodigd om hier te komen eten. Ik dacht, ja, je moet toch wel wat doen met dit weer. Okay, ik ga even mijn schoenen aandoen. Mijn jas aan en dan ga ik vertrekken. Oké, voordat ik ga vertrekken ga ik jullie nog even een paar pakketjes laten zien. Ik ben hier echt zo blij mee. Misschien herkennen jullie dat al. Ik heb een pakketje gekregen van Malika Semek. Dat is echt een van mijn favorieten nu op YouTube. I love her. En dit is haar showroom. Ik heb van haar een bondvestje gekregen. Kijk hoe mooi. Even kijken hoor, hoe jullie dat het beste kunnen zien. Kijk hoe mooi het bondvestje is. Dit is van haar nieuwe collectie, zei ze. Zo mooi deze kleur ook. Ik ga deze echt zwaar rocken in de kerstperiode. Of oud en nieuw. Ik ben nog aan het twijfelen. Ik ben ook even aan het kijken wat voor outfit ik het ga combineren. Echt super mooi. Dankjewel, Malika. Ik heb nog een pakketje gekregen van LA Sisters. Echt super leuk. Ik had er eigenlijk nog een leren broek bij. Maar die ging ik pas aan die... Ja, daar past ik gewoon echt niet in. Dus dat heb ik hem teruggestuurd. Ik krijg die nog in maat S. Ik heb van LA Sisters deze broek gekregen. Die heb ik al een paar keer aangehad. Hij is echt zo fijn. Ik ga hier nog een keer mooie outfitfoto's van maken. En ik heb deze jurk gekregen. Ik wil deze ook misschien met kerst aan. Deze heb je volgens mij in het zwart. En in het lege groen. En ik heb deze kleur gekozen. Dit is trouwens de achterkant. Dit is een maatje XS. De broek is ook een maatje XS. Die heb ik gepast en daar pas ik ook in. Maar de broek XS, die leren broek, was mij echt te klein. Daar kwam ik echt niet in. Ik heb ook twee shirtjes gekregen. Dat staat hierop. Even kijken. Hier staat Supergirl op. Super schattig. Het is ook een maatje XS. Ik vind de maatje S altijd heel groot bij hun vallen als het om shirtjes gaat. Dat is echt leuk. En ik heb nog een shirtje gekregen. En daar staat al Baby Girl. Echt cute. Thank you girls. Okay, ik heb dus morgen vriendinnen uitgenodigd om bij mij te komen eten. En de eerste zegt al af. Het is altijd zo bij mij. Ik krijg het zeg maar nooit gedaan om al mijn vriendinnen tegelijkertijd uit te kunnen nodigen. Maar het is wel begrijpelijk. Kijk, Saranda. Ik was laatst met Saranda. En dat was echt best wel laat. En ik was eigenlijk aan het wachten op Nessie. Ik was laatst bij Saranda dus. En het was best wel laat. Ik was daar echt heen gegaan. Mijn badjas. Gewoon een zwervenstijl. En Nessie was dus met Fanny weg. Dus ik dacht, wij wachten gewoon op de mannen. En als ze terugkomen, ga ik gewoon met Nessie samen naar huis. Eindstand waren ze teruggekomen. Het was best wel laat. Toen kreeg Saranda dus echt gewoon midden in de nacht zo erg steken in haar onderbuik. Het gewoon echt begon te gillen van de pijn. En ze ging gewoon op de grond liggen. Ze kon op een gegeven moment niet meer lopen. Dus ik was er best wel van geschrokken. Ik dacht, wauw, straks heeft ze gewoon last van een blinde darm. Weet ik veel wat, weet je wel. Dus ik heb haar toen meteen gebracht naar spoed. En we zijn met z'n tweeën gegaan. Want de mannen moesten thuis blijven. Omdat natuurlijk Ertina thuis aan het slapen was. En toen zijn we even snel naar de spoed gegaan. En toen bleek dat ze een spastische darmstoornis heeft of zo. Ik weet niet of ik het goed zeg. Maar ja... Dan kan je dus echt heel erge aanvallen van krijgen. En ze appte me net dat haar buik nu echt heel erg opgezwollen is. En ze had me een foto gestuurd en het is echt heel erg opgezwollen. Echt sneu. En ik weet echt dat ze heel veel pijn had. Dus ik hoop echt dat ze snel weer beter wordt. Maar ik denk dus niet dat ze morgen gaat komen. Maar ik hoor het nog wel. Ik moet in ieder geval nu echt heel snel naar de Turk rijden. Want volgens mij heeft hij op dit moment nog amper vlees.
Dus ik ga even snel rijden, jongens. Ik zie jullie straks. Guys, ik ben aangekomen. Het doet me echt denken aan oude tijden, man. Oké, nu moet ik me echt weer haasten naar huis. Want ik ben echt heel erg ongerust. Ik ben vergeten de kaarsen uit te doen. En Lira is thuis. En ik ben altijd bang dat ze iets vallen op de grond. Waardoor er dan iets gebeurt. Ik ben daar echt altijd heel erg bang voor. Lira heeft altijd de gewoonte om alles wat er op tafel staat om te kiepen. Maar dat heeft ze nog nooit gedaan met kaarsen. En nu ze aanstaan ben ik echt heel erg bang. Dus ik ga even haasten naar huis. Ik ben net aangekomen thuis en het is alweer super donker buiten. Ik ga alvast beginnen met koken. En Esme komt zo thuis. Ik ga gewoon lekker biefstukje maken. Honey heeft mij gisteren geleerd om biefstuk te maken. Dus dat ga ik vandaag uitproberen. Jongens, guys, kijk eens wat Lira laatst van ons heeft gekregen. Kijk eens. Kijk eens wat Lira heeft gekregen van ons. Hier zit ze letterlijk de hele dag in. Nou ja, als de verwarming aanstaat zit ze hier altijd in. Want als het niet warm is, zit ze er liever niet in. Verwarming is lekker warm, hè, Lira? Lekker. Ben jij ook lekker warm? Ben jij aan het genieten, hè? Lekker. En soms gaat ze hier helemaal op liggen. Love you, Lily. Lekker, hè? Heb je nog niet honger? Heeft Lira nog niet honger? Als ik klam haal, dan laat ik het in stukjes snijden door de slager. Dat is echt veel beter. Is ook super handig, want dan kan je gewoon meteen beginnen met koken in plaats van eerst het vlees aan te snijden. Iemand heeft honger. Lira, heb jij honger? Heb jij honger? Kijk, wat ga je vandaag eten? Even kijken. Wat eet Lira vandaag? Vandaag ga je rund eten, Lili. Lekker rund. Kom. Poppie. Ik zat even te denken, want in de maand december krijg ik meestal best wel veel toegestuurd. En ik dacht, waarom niet even een pakketje samenstellen en er een leuke giveaway van maken. Echt een leuk pakketje samenstellen. Dingen die ik ook echt gebruik en leuk vind. En het dan als een giveaway wegdoen. Maar ik wil dit keer even een giveaway doen voor alle volgers op YouTube in plaats van Instagram. Want meestal zijn al die giveaways op Instagram toch. Maar dat wil ik dus organiseren voor mijn volgers op YouTube. Wat jij hoeft te doen om hieraan mee te doen is... 1. Je moet dan geabonneerd zijn op mij. En 2. Even een comment achterlaten dat je meedoet. Dat is het eigenlijk. Ik ga het nu even samenstellen voor jullie. Oké, guys. Dit is dus de giveaway geworden. Ik hoop dat jullie het een beetje leuk vinden, want ik heb echt mijn best gedaan. Ik heb hier een voetmasker van Kiko. Ik heb een travel kit van Image Skincare. Deze zijn echt de beste. Ik heb hier een make-up setje van NYX. En dit heb ik zelf gekozen, deze kleuren. Ik vond deze de mooiste. Kijk. Je hebt hier een lipstift. Even kijken wat voor lipstift het is hoor. Dit is een matte lip cream. Dit is een bronzer, highlighter en oogschaduw. Dit zijn de kleurtjes. Ik vind ze mooi. Ik heb hier een shirtje van LA Sisters. Die ik vanochtend heb laten zien. Staat op Baby Girl. Dit is een maatje XS. Ik heb hier de haarproducten die ik vaak gebruik. Deze gebruik ik als conditioner. Is echt heel goed voor krullen. En die is ook echt speciaal gemaakt voor krullen. Ik vind hem echt super goed. En is van Redken. Dit heb ik trouwens van Cheryl's Hair. Dit is de Fiber Mousse van Ref. En die is ook echt super goed voor krullen. En ik heb hier de Curl Power van Ref. En die is ook echt super goed. Zijn een van mijn favoriete producten van mijn haar. Ik heb hier de oogmasker van Sephora die ik altijd gebruik. En ik heb hier een ring van Le Georgette. Ik weet niet of ik het goed uitspreek. Die heb ik nu ook om. Ik had er 2 van gekregen. Ik heb deze ook een keer omgehad. Maar ik wil deze toch weggeven. Het is trouwens dezelfde kleur. Nu denk je van, hoezo dezelfde kleur? Maar er zit hier dus leer in. Kijk, van achter heb je dus dezelfde kleur die ik heb. En die kan je dus... Sorry hoor, maar hij focust soms niet. Leer kan je dus omwisselen. Soms kan je hem als deze kleur omdoen. En soms kan je hem als deze kleur omdoen. Ik vind het allebei super mooi. En dit is trouwens one size. Zoals je ziet. Want je kunt hem zo strakker maken.
Oké. Deze geef ik dus weg. En nepwimpers van Ayler. Want ik ben de laatste tijd echt gek op nepwimpers. Er is ook maskers in van May Beauty. De Face Gel. Dat is mijn favoriete masker van hun. Dan krijg je zo'n kwastje bij. En nog een masker. En dat is volgens mij de Pore Mask. Ja, dit is de Pore Mask. Krijg je ze ook erbij. Dit is dus mijn giveaway. Ik hoop dat jullie het leuk vinden. En om hieraan mee te doen, hoef je dus alleen maar twee dingen te doen. Is op mijn kanaal abonneren. En als tweede punt, zodat ik het ook kan controleren, even in de comments zetten dat jij meedoet aan deze giveaway. Succes allemaal! Sim komt zo met een half uur thuis, dus ik heb de vlees eruit gehaald. Want die moet half uur buiten staan, zei Honey. En ik ga nu de aardappeltjes schillen. En daarna de vlees bakken. Oké, ik krijg net apps. Marinke moet best wel op tijd weg. En Saranda is nog best wel ziek, dus ik denk dat ik niet meer ga koken morgen. Maar ik ga ze gewoon uitnodigen voor een lunch. En dan komen dus alleen maar Hon en Marink. Nou, is mijn biefstuk goed gelukt of niet? Ik vind het echt perfect voor de eerste keer, jongens. We hebben gegeten en hij is gewoon in slaap gevallen. Nee, nee. Kom anders hier liggen, Nini. Wil je in de hoek liggen? Oké, Nessim is naar bed, maar hij wil Lira mee. Lira, wil jij bij Nessim slapen? Kom maar. Kom maar, poepie. Kom maar. Kom maar. Kom maar toe. Hier, Nini. Lira is er. Hoi, Nino. Kom maar. Ga maar slapen. Kom maar. Hier. Geef hem dan. Ik heb haar gegeven. Geef hier. Ah, en ik. Slaap lekker. En het is nu tijd om schoon te maken. Ik moet weer afwas doen zo. Het houdt ook nooit op, hè. Ik ben kleedjes aan het kijken. Kijk, ik ben echt jaloers, man. Ze hebben allemaal echt zulke mooie lichamen. Ze waren op vakantie. Waar ze allemaal te zien in bikini. Maar ze hebben echt gekke lichamen. Ziek. Ik ga weer sporten. Okay, dat moet ik eigenlijk helemaal niet zeggen. Want ik hou me er toch niet aan. Dan sta ik weer voor Paul. Kijk, guys. Ik ga mijn make-up eraf halen. Even snel met deze boekjes doen. Daarna ga ik ook even een dutje doen. Ik denk dat ik hierbij ook de vlog ga afsluiten. En ik zie jullie dan morgen weer. Doeg.